allemaal. Het is weer tijd voor een update van hoe het met Niels gaat en een klein beetje van hoe het met mij gaat, maar vooral hoe het met Niels gaat. Ik heb even gewacht met het filmen van dit filmpje, omdat we vandaag naar het consultatiebureau zijn geweest. Dus ik dacht, dan is het wel een mooi moment om daar even op te wachten. Want het leek me ook wel leuk om dat er even bij te betrekken, want we zijn ook net terug van vakantie. En ik heb het gevoel dat we scheef staan. Hebben jullie het gevoel ook? Zijn we zoiets rechter? Ik heb geen idee. We zitten dit keer in onze slaapkamer, want Niels ligt te slapen op zijn slaapkamer. Dus vandaar. Laten we maar gewoon beginnen met Niels. Ik heb hier de maten, dus ga ik even erbij pakken, want dan zeggen ze dat. En dan probeer ik dat te onthouden en vergeet ik het weer. Hij was op het moment dat we er waren, was hij 9 maanden en 1 week. Even kijken. En hij was 9,7 kilo en 73,5 centimeter. Nou, het was echt precies op zijn curve. Hij zit op de plus 1 curve volgens mij. Qua gewicht en qua lengte volgens mij ook bijna. En het was wel leuk, want nu gaven ze ook de voorspelling van hoe lang ze dachten dat hij gaat worden. En daar zit wel een speling in van 9 centimeter langer of korter. Dus het zegt nog niet zo heel veel, maar het is toch wel leuk. En dat was 1,87. Dus dat is een mooie lengte. Verder deed hij het hartstikke goed. Hij moest blokjes overgeven. Het ging of hij kon zitten. Nou, dat is geen probleem. Hij kan heel goed zitten. Verder is hij gewoon echt super vooruit gegaan. Zeker ook in onze vakantie. Voor de vakantie kon hij wel net kruipen. Dus niet meer tijgeren, maar kruipen. Alhoewel hij meestal wel tijgert. Ik denk toch dat hij dat... Dan gaat hij gewoon, daar gaat hij super snel mee. Dus ik denk dat hij dat nog als een soort gemakshalve dingetje nog blijft doen. Maar hij kan nu ook zichzelf optrekken, gaan staan en zelfs een beetje heen en weer verplaatsen. Al aan iets vasthoudends. Dus dat is wel echt heel leuk om te zien. En dat heeft hij dus echt in de vakantie geleerd. De eerste keer trok hij zich op aan een lichtstoel bij het zwembad. En toen dachten we echt, hè, hoe dan? Dus dat is wel heel leuk om te zien. Verder de ma-ma-ma en la-la-la, di-di-di, da-da-da, dat soort dingen, dat doet hij ook allemaal. Hij wijst heel graag met zijn vingertje overal heen. Op vakantie zwaaide hij ook. Dat doet hij nu eigenlijk niet meer. Dus of hij dat nou weer verleert of dat weer eventjes op de achtergrond is, ik weet het niet. Maar zwaaien of wijzen doet hij wel heel graag. Op vakantie ging het op zich heel goed. Hij sliep ook, bijvoorbeeld we zijn heen in 2 keer gegaan naar Italië. Als je de vlogs wil zien trouwens, die staan al online. We reden heen in 2 keer, of met 2 overnachtingen. En eigenlijk op allebei de plekken sliep hij hartstikke goed. In het huisje sliep hij op zich ook wel goed. Maar wij sliepen bij hem op de kamer. En als wij dan binnenkwamen, dan werd hij vaak wel even wakker. Dan was hij best wel even onrustig. En dat ebte wel weg gedurende de tijd dat we daar waren. We waren er 10 dagen. En wat hij ook had, is dat hij 's ochtends heel vroeg wakker werd. En dat was natuurlijk niet heel relaxed, want het was ook onze vakantie. En wat Sven dan ging doen, is met hem in de draagzak gaan wandelen. Want het was dan zeg maar echt 6:30, 6:30. En dat vonden we ook een beetje voor de medegasten, zeg maar, in de huisjes naast ons. Vond dat een beetje asociaal. Dus. Maar dat vond hij wel heerlijk. Hij is nu naar 2 slaapjes gegaan. En daar ben ik zelf wel heel blij mee. Niet altijd hoor. Soms bijvoorbeeld dagen van het kinderdagverblijf is hij vaak wat moeier. Dus dan kan het zijn dat hij een extra slaapje doet. Maar over het algemeen slaapt hij nu 2 keer wat langer. En dat wilde ik eigenlijk al een hele tijd. Maar dat lukte maar niet. Maar op vakantie ging het eigenlijk heel goed. Dus hij slaapt rond een uur of... wat zal het zijn? 8:30, 9:00. En dan slaapt hij tot nu of 11:00. En dan slaapt hij nog een keer na de lunch. Ook zo'n 1,5 uur. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Het enige lastige is dat het ritme van het kinderdagverblijf is anders. En ik denk dat hij daarbij ook wel een beetje de pech heeft dat hij een van de weinige hele kleintjes is. Waardoor hij, als hij dat ritme niet aanhoudt, zit hij dus vaak alleen. En dat is natuurlijk een beetje ongezellig. Dus zij willen graag hun ritme aanhouden. Alleen het ritme van hen, dat is... even kijken, dat is... Volgens mij om 9:00 fruit. En dan zou hij dus daarna dan gaan slapen. Nou, dat gaat op zich nog wel. Maar dan om 11:30 al lunch. Terwijl hij eigenlijk pas bij ons pas om 12:30 ongeveer lunch. En dan rond 1:30 of 2:30 zeg maar naar bed gaat. Tot 1:30 of 2:30, 3:00. En dan red je het redelijk prima natuurlijk tot 's avonds. Alleen ja, nu als hij dan zo vroeg al gaat slapen weer. Ja, dan zit je toch een beetje dus...
Nou, dan moeten we nog maar even kijken. Ik heb wel gezegd dat ik wel begrijp dat het wel leuker is als hij natuurlijk meegaat in het ritme van de kids vandaar. Omdat het gewoon gezelliger is. En, ja, dus we moeten maar even een beetje worstelen. Verder gaat het eigenlijk nog steeds allemaal prima. Hij eet goed, drinkt goed. De auto ging eigenlijk ook hartstikke goed. Het enige is dat we vrij veel file hebben gehad. En als we file hadden, dan sliep hij niet. Want hij valt in slaap, zeg maar, bij het deinen van de auto. En bij de file is het dus niet. En dan gaat de airco natuurlijk uit en het warmen. Dus dat was wel een beetje jammer van het file rijden. Maar goed, als we echt stil stonden en iedereen uit de auto ging, dan ging Sven ook even met Niels, zeg maar, op het dak zitten. We zijn op zich niet heel veel vaker gestopt dan normaal. Omdat wij vaak sowieso al redelijk vaak naar het toilet moeten. Dus bij plasstop, zeg maar, dan haalden we hem even uit de auto. We hebben eigenlijk maar één keer bij de langste rit hebben we hem echt eventjes op een kleedje gelegd. En zien een beetje gaan bewegen. Maar wij hadden in theorie niet hele lange ritten. Alleen we kwamen gewoon steeds in de file te staan. En dan haalden we hem dus wel even uit zijn stoeltje en zo. Maar ja, en ik heb hem één keer, toen stonden we ook stil. En toen heb ik hem gewoon een beetje op de achterbank laten gaan. Want ik dacht van ja, om nu weer helemaal de auto uit te gaan. Maar dan kon ik in ieder geval even een beetje zijn energie kwijt. En we stonden stil. Dus dat eigenlijk. Hij vond het zwembad fantastisch. We hebben meerdere zwembandjes. Dat zie je ook wel in de vlogs. Maar we hebben bijvoorbeeld eentje die om zijn nek zit. En dat vond hij heerlijk. Want dan kon hij gewoon een beetje, zeg maar, lekker alles spartelen. Maar het lekkerste vond hij gewoon zo'n standaard, zo'n gele, zo'n zitje, zeg maar. Want daarin ging hij dan gewoon zitten met zijn, we hadden zo'n, echt zo'n lange mouwenpakje aan en dan zo'n petje op. Met ook zo'n flapje bij de nek, maar wat wel allemaal in het water ook kon. Gewoon van dat zwemstof, zeg maar. En dan zat hij gewoon met iets in zijn mond, zeg maar. En we hadden zo'n, van die vormpjes en zeesterretjes. En dan zat hij helemaal in zijn mond, dus een beetje rondkijken. Dat vond hij fantastisch. En we hadden ook nog een little swimmer, maar dat was best wel gedoe, omdat zeg maar, dan lacht hij zeg maar, alleen dat hij nu heel druk is, gaat hij zeg maar proberen van alles te doen en dan kantelt hij zo'n beetje naar voren. Dus die little swimmer was nu niet helemaal, want ik denk, terwijl dat vorige keer in Landal was dat wel een succes. Dus, nou ja, dat. Ja, en iedereen was natuurlijk helemaal verliefd op, omdat hij gewoon zo wit-blond zijn van die knalblauwe ogen heeft. Die Italianen die vinden dat allemaal prachtig. Dat was heel leuk om te zien. En hier thuis ging het eigenlijk ook meteen weer goed. Hij sliep meteen goed die nacht. En de nacht daarna sliep hij zelfs uit tot 8:30. Dus het was heerlijk. Hij was ook meteen weer gewend. Je merkt niet dat hij daar verder last van heeft. Hij was ook ging dan maandag meteen weer naar het kinderdagverblijf. En daar deed hij, nou, dat vond ik gewoon hartstikke leuk om daar weer te zijn. Het was helemaal niet lastig met weggaan of geen niks van dat al. Het was echt, en nou ja, dat zeiden de luidjes ook van, weet je, soms zie je dat kindjes het best wel even lastig vinden. Maar Niels was gewoon meteen weer helemaal in zijn element. Hij vond het hartstikke leuk. Hij vindt het gewoon echt heel leuk daar. Dus dat is heel fijn om te zien. Verder, één tip nog van de vakantie trouwens, voordat ik hem vergeet, is dit. Een collega raadde mij dit aan en die zei, Karine, is een zonnebrand en die smeer je gewoon één keer per dag op. En dan ben je gewoon klaar. Toen dacht ik, dat lijkt me fantastisch. Zeker met zo'n kleintje. Ook voor jezelf trouwens. Want je vergeet jezelf ook in te smeren. Omdat je, als je eenmaal helemaal klaar staat om te gaan met baby. Dan dacht je, oh ja, ik had mezelf ook nog moeten insmeren. Dus dit is echt een hele goede uitvinding. Dit is van Vision. En dit is dan de kindervariant. Dat is een mousse. Dit is factor 50. Die hebben we dan voor Niels gebruikt. En het smeert hartstikke lekker. Het is echt een hele luchtige mousse die ook gewoon leuk is om aan te brengen, zeg maar. Niels vond het ook helemaal niet erg. En die smeer je dan gewoon een goed laagje in. En dat trekt in. En dan 20 minuten later kan je de zon in. En wij hoefden hem gewoon daarna niet meer in te smeren. De hele dag niet. En Niels is echt wit. Wij hadden nog wel in het zwembad, kreeg hij altijd een lange mouwen shirtje nog aan en een petje op. En verder zat hij natuurlijk gewoon in de schaduw onder de parasol. En dan zat hij wel gewoon vaak in zijn blootje of in zijn zwemluier. Maar hij is gewoon totaal niet verbrand whatsoever. En het plakt ook niet. Ik vond het echt heel fijn spul. En ik heb het dus ook zelf gebruikt, maar dan factor 30 en factor 20. En nou ja, ook ik verbrand sowieso niet. Sven is wel een beetje verbrand. Maar die verbrandt eigenlijk meestal wel. Met factor 30 verbrandt hij heel af en toe. Dus hij heeft dan 2 dagen nog deze gebruikt. Toen was het weer helemaal prima. Maar het was echt een verademing. Je hoeft gewoon niet meer te smeren. Echt top. Dus zeker een aanrader. En zeker ook met kindjes. Dus wij deden gewoon 's ochtends
even afspoelen. Want we hadden altijd s'avonds allemaal van het muggenspul en zo op. En dan even afspoelen 's ochtends. En dan gewoon insmeren met de zonnebrand. En dan als Niels wakker werd van zijn ochtendslaapje. Dan smeerden we hem in. En dan gaven we hem daarna zijn fruithapje. En dan konden we gaan. Dus ja, heel fijn spul. Verder, met mij gaat het hartstikke goed. Ik merk nu, ik ben nu 9 maanden natuurlijk af. Dus 9 maanden is officieel ontzwangerd. Zo voelt het nog niet. Maar ik merk wel nog steeds kleine verschillen. Wat ik bijvoorbeeld merk is als ik zumba. En dat is natuurlijk met best wel wat springen en zo. En voorheen voelde ik echt nog wel een soort zwaarheid in mijn bekkenbodem. En ik heb het gevoel dat het echt minder is. Dus dat is wel heel leuk om te voelen. Het leek me ook wel leuk om weer eens een keer mijn buik te laten zien. Want het is ook alweer een hele tijd geleden dat ik dat gedaan heb. Dus dat ga ik even doen. Even wat naar achteren. Ik heb een wijd shirt aan, dus daar zie je niks mee. Maar ik zal hem gewoon even... Nou, dus dit is gewoon in een hemdje. Ik zal het hemdje even omhoog doen. Even een beetje op het bed zitten. En dit is nu mijn buik. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Zo, dat is beter. Dit is nu mijn buik. Ik heb niet het gevoel dat er enorm veel aan verandert. Misschien een beetje. Maar ja. Het is nog steeds niet helemaal de oude. Maar we komen er wel. Dus dat is mijn buik nog eventjes. En dat is het volgens mij alweer voor de update. Ik hoop dat jullie het weer leuk vinden. Oh nee. Nog een hele leuke. Want we zitten tegenwoordig met Niels op de fiets. Jee. Oh, we mochten... Eigenlijk kan hij al best wel lang goed stevig zitten. Maar ja, er wordt toch echt wel aangeraden vanaf 9 maanden. Dus we hadden zoiets van, als we terug zijn van vakantie, dan is hij ruim 9 maanden. Dus dan gaan we het doen. Dus dat hebben we meteen. We zijn vrijdag teruggekomen. Meteen zaterdag met hem op de fiets gegaan. En het is echt heel leuk. Het geeft zoveel vrijheid. We hebben een stoeltje van Jep. Ten eerste omdat ik die heel mooi vond. En ten tweede omdat ze goed uit de test kwamen. En vanwege de 5-puntsgordel. En het zit top. Ik heb een Cortina fiets. Dus ik moest wel het een en ander verbouwen aan het rekje. Maar goed, dat is ook allemaal niet heel veel werk geweest. En het is gewoon heel leuk. Wat ik nog wel wil is een fietshelmpje. Ja, Sven die twijfelt nog een beetje. Ook omdat hij zegt, ja, weet je, hoe vaak val je zelf met de fiets? Nou ja, nooit. Kloppen het even af. Maar wat ik vooral heb, ik kan nu niet meer normaal opstappen. Maar ik moet echt zo'n vrouwenopstap doen, weet je wel. Dat je zo één voet neerzet en dan zo hop. Niet zo eroverheen, maar zo tussendoor. En dan hou je je fiets best wel schuin. En ik had zoiets met gladheid, zou ik dat toch wel... Ik bedoel, de winter komt eraan. Met gladheid zou ik dat toch wel fijn vinden. En ook omdat het dan kouder is, dacht ik, ja, dan kan je prima dat helmpje opdoen. Better safe than sorry. Ik denk ook dat je het jezelf niet vergeeft als er wel iets gebeurt. En ik heb ook een onderzoek gelezen waarin stond dat eigenlijk... Tot 5 jaar, zeg maar, ze het wel het aanraden. Omdat een kindje ook, zeg maar, zichzelf nog niet goed kan opvangen. En toen dacht ik, nou, in ieder geval wil ik het nu doen. Ook omdat het nu natuurlijk van vrij hoog valt. Niet van zo'n kleine laag fietsje, maar gewoon van mijn hoog fiets, zeg maar. Dus ik denk wel dat we dat gaan doen. En toevallig meten ze, hebben ze net zijn hoofd om het gek gemeten. Dus ik kan nu ook makkelijk een helpje vinden. Ik dacht, anders moet ik dat thuis nog doen. Ik had het meetlatje nog liggen, maar het is fijn dat dat nu bij het consultatiebureau gedaan is. Dus dat wil ik nog wel doen. Gewoon... In ieder geval ook voor de gladheid. Dus dat. En dat is echt heel leuk. Gewoon lekker op de fiets. Hij vindt het ook hartstikke leuk. Het windscherm, dat is nu vooral nog aan het slopen. Dus dat hebben we nu niet op. Maar het is ook gewoon hartstikke warm buiten. Dus ja, weet je. Nu niet zo nodig. Maar met regen gaan we dat wel gebruiken. Dat was het echt, denk ik. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ik ben heel benieuwd als jij een kindje hebt. Hoe het gaat met die ontwikkelingen. Hoe groot, hoe oud... dat soort dingen. Laat het vooral weten hieronder in de comments. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. En ik wil jullie weer ontzettend bedanken. En ik zie jullie snel. Doeg! Tijd. Dat had alweer niet gehoeven. Jee! Niels vindt het ook prachtig. Jee! Dankjewel, schat.